De Fransen komen. Ze veroveren Egypte op de Mamelukken. 3 jaar houden ze het land bezet. Maar Napoleon voerde niet alleen soldaten aan. Ook een groep geleerde mannen die verbaasd staan van wat ze zien en niet begrijpen. De geleerden en kunstenaars trekken naar afgelegen oorden in de woestijn. Daar doen ze hun opmetingen en tekenen ze wat ze zien. Ze maken een beschrijving van Egypte. De uitgehouwen tekens moeten een betekenis hebben. Maar wat staat er? Het blijven raadsels. Een vreemd soort rebussen. Totdat Champollion in 1822 een steen bestudeert afkomstig uit Rosette. En hij heeft geluk. Bij de 2 verschillende oude tekenschriften staat ook een vertaling in het Grieks. En zo, al vergelijkend, ontcijfert hij de hiërogliefen. Tekst ter ere van koning Ptolemeus V. Als stapje voor stapje duidelijk wordt wat er ooit gebeiteld en geschilderd, geschreven is, groeit ook het inzicht in wat de Egyptenaren vroeger bezighield. Hun kijk op de natuur, het eigen leven, de dood. En over het begin van alles, de schepping. Daarop spraken de goden: laat de hemelgodin Noet de zon op haar rug nemen. En onmiddellijk zette de godin Noet de majesteit van Re op haar rug en verhief zich boven de aardgod Geb. Tevergeefs smeekte de mensen Re om bij hen op aarde te blijven. De majesteit van Re beval: ik wil dat er 4 steunen komen om de godin te dragen. En meteen waren er steunen. Toen sprak de majesteit van Re: mijn zoon Shu, zet jezelf toch onder mijn dochter Noet en bewaak voor mij de 4 steunen die de hemel dragen. Neem de godin op je hoofd en verzorg haar goed. Hemel en aarde bleven voortaan gescheiden en de zon voer iedere dag in zijn bark langs het uitspansel. De zon is de machtigste. De zonnegod Re is de koning van het heelal. Hij bedwong de chaos en schiep orde op de wereld en onder de mensen. Daarom komt hem de meeste aanbidding toe. O levende zonneschijf, wanneer u ondergaat aan de westelijke horizon, is het land gehuld in duisternis en als dood. De mensen slapen in hun huizen met de deken over hun hoofd. Het ene oog ziet het andere niet meer. Ze zouden het niet merken als al hun bezit gestolen werd. Alle leeuwen komen uit hun hol en alle slangen bijten. Het land is in diepe rust, want de schepper is in zijn horizon. Maar als de dag aanbreekt en u aan de horizon verschijnt, dan straalt u weer als de zonneschijf van de dag. De mensen zijn wakker en staan op, zodra u ze hebt gewekt. Ze wassen hun lichaam en trekken hun kleren aan. En ze heffen hun armen in aanbidding op naar uw opkomst.
Alles wat is, heeft goddelijke kracht, is God, de zon bovenal, en het water van de Nijl die ieder jaar buiten haar oevers treedt en de velden bedekt met vruchtbaar slib. De Nijl is de god Osiris, ooit ook een wijs en menslievend vorst, die regeerde over een welvarend land. Maar Osiris wordt vermoord uit afgunst. Rouwend om haar man, die ook haar broer is, blijft Isis achter. Hij overwint de dood door vanuit het duister rijk bij haar een kind te verwekken, een goddelijk gezin. Zo wordt Isis godin van de vruchtbaarheid, de menigte akkers elk jaar opnieuw in afwachting van de Nijl die leven geeft. Kunnen dichtbij zijn, zoals het water, de vruchtbaarheid, bij iedere vrouw is. Osiris de Nijl en zijn zuster Isis de akker. Ik ben je zuster Isis. Er is geen god die heeft gedaan wat ik heb gedaan en ook geen godin. Want ik heb mijn kind voortgebracht als vrouw alleen, opdat ik jouw naam op aarde weer tot leven breng. Jouw goddelijk zaad was in mijn lichaam. En ik heb het ter wereld gebracht om jouw gestalte weer zichtbaar te maken. Hij zal gezond zijn wanneer jij moet lijden. Hij zal jouw overweldiger krachtig aanvallen. Want jou behoort de troon van de god Geb. Hij is zijn geliefde kleinzoon. Isis waakt over haar zoon, totdat hij sterk genoeg is om zijn oom die hem belaagt te overwinnen. Horus, soms afgebeeld met de kop van een valk. Dieren horen ook tot heel de geordende wereld, vervuld van krachten. En vaak hebben ze eigenschappen waaraan de mens zich kan spiegelen. Ook krijgen zij hun tempel, niet als verzamelplaats voor gelovigen, maar als eigen huis. Ze moeten zich thuis kunnen voelen en gunstig gestemd hun krachten aanwenden voor het voortbestaan van Egypte. Duizenden jaren later treden mensen de natuur anders tegemoet. De grote Aswandam in de Nijl, ter wille van een beter bestaan. Niet langer hoeft Isis vereerd, geprezen en gedankt. Veel van Egypte's verleden zal verdrinken. Organiseert een internationale reddingsactie om zoveel mogelijk monumenten te behouden voordat het water ze zal doen vergaan. Ook Nederland draagt bij geld en hulp bij opgravingen.
Egypte deed ons een gewichtig geschenk. Een cadeau van 250.000 kilo. Bestemd voor het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Bij elkaar een complete tempel. Uit Taffé. 18 eeuwen geleden opgericht. Isis gewijd. Godin der vruchtbaarheid. En vlak voor het water kwam, in gebruik als koeienstal. Een eenvoudige tempel, niet erg groot, maar toch 4,5 meter hoog, het grondvlak zo'n 8 bij 7 meter. Een presentje als een bouwpakket. Ga je gang. Van de gever. De tempel mag niet in de open lucht worden opgesteld. Het voorplein van het Leids Museum kreeg een overkapping. Hoe het later ook zal zijn, er is geen eindigheid. De dood is te overwinnen door te leven in gerechtigheid en waarheid en volgens de orde zoals die ook in de natuur gestalte heeft. Doe wat je doen moet en vergemakkelijk je bestaan straks. Verzeker je voor de lange reis van goddelijke krachten. Zorg dat je onbekommerd je bestemming kan afwachten. Ik open je mond, opdat je ermee kunt spreken. Je ogen, opdat je de zon ziet. Je oren, opdat je de zaligsprekingen hoort. Ik maak dat je je benen weer hebt om te lopen, je hart en je armen om je vijanden af te weren. Voordat je verenigd wordt met de zonneschijf, wapen je. Want eerst nog zal je moeten verschijnen voor het doodsgericht, waar Osiris je hart weegt. Heil u, grote God, Heer der waarheid, ik ben tot u gekomen. Ik heb uw waarheid gebracht. Ik heb de ongerechtigheid verdreven. Ik heb niet gezondigd tegen de mensen. Ik heb niet gevloekt. Ik heb geen ontucht bedreven. Ik heb de onaanzienlijke niet beroofd. Ik heb niet gedaan wat de goden verafschuwen. Ik heb het gewicht van de weegschaal niet vermeerderd. Ik heb geen vee van zijn weidegronden verjaagd. Ik heb het bevloeiingswater niet tegengehouden. Ik heb geen god weerhouden van zijn processie. Ik ben rein. Ik ben rein. Ik ben rein. De overvloed die je deelachtig was in het leven, kan je in het rijk der duisternis te stade komen. Neem je aardse schatten mee in het graf. Eten en drinken overvloedig.
En laat je ook vergezellen door al degenen wiens meester je was. Je dienstknechten en dienstmaagden. Wat ons rest, zijn de overblijfselen van de machthebbers, van hun rijkdom, hun mogelijkheden, van hun gave gezichten. De majesteit van menselijk vermogen en de wil om zin te geven aan alles rondom, deelt nu ook vlakbij iets van haar krachten mee. Een museum trots op de nieuwe aanwinst, gewijd aan de vorstin van de vruchtbaarheid die niet aflaat. Vertrouwen in een voortbestaan na de dood heeft nooit de angst om te sterven kunnen uitbannen. De mummie van wat nog een meisje is, heeft bij zich in het graf haar klacht. Ik roep u aan, Heer der Goden. Ik ben nog maar een kind. Dit einde overkwam mij, hoewel ik nog maar een onschuldig kind ben. Ik zal vertellen wat mij gebeurde. Ik lig hier nu in de woestijn. Dorst heb ik.